paarden zijn onderweg en dat is een hele vlotte tussentijd. Ik kwam aan de vroege kant. Rustige start voor Pearl Vrijthout, die werd van start af teruggenomen. Galoppade van Hurricane. Hurricane, de favoriet, springt daar weg in het gedrang. Ja, de paarden gaan de eerste bocht in en de leiding wordt daar genomen door Dion Tesla met Marvelous Steel. Uitgeschakeld nummer 5, galop nummer 5. Favoriet is eruit. Marvelous Steel leidt. Aan de buitenkant Blue Spirit komt naar voren. Daarachter aan de reling zei de goede start voor Magnum Stone. Vierde ligt aan de buitenkant Geocache. Dan komt aan de buitenkant naar voren Pearl Vrijthout. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Tesla kijkt een keer opzij, ziet daar het bekende gezicht van Ebbingen, maar in de kleuren van Dubois. Blue Spirit komt naast de leider en de opening 12-6. De stromende regen gaan we nog 1 kilometer afleggen. Galoppade daar van Pearl Vrijthout. Pearl Vrijthout springt weg. Houden we nog 6 paarden over. Uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. En de leiding blijft voor Marvelous Steel. Marvelous Steel, buitenkant daarnaast Blue Spirit. Dan aan de reling zijde Magnum Stone. Vierde plaats is voor Geocache. De rest van het veld heeft wat meer moeite met het tempo. En Tesla zit wel lekker aan kop. Gaan kijken wie er op dit moment op plek 5 ligt. Dat is Point of View. En Jean-Pierre Dubois zelf kan het van achteraf een beetje overzien. Die ligt daar 3 lengte achter, maar loopt er nu wel naartoe met de Look of Love. Eerste tussentijd was 11-3. Dan zal er een tweede tussentijd komen. Die is 15-8. Gaat heel hard. Maar aan de buitenkant gaat een deelnemer ook heel hard. En dat is Geocache. En die gaat zo zijn trainingsgenoot voorbij. Geocache aan de buitenkant neemt de leiding over met de laatste bocht in zicht. Daarachter op de tweede plaats Marvelous Steel. Daar komt aan de buitenkant ook naar voren. Point of View. Paarden zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En de leiding is voor Geocache. Geocache loopt weg bij het veld. Terwijl het steeds harder gaat regenen. Aan de buitenkant Point of View. Daarachter aan de reling zijde Marvelous Steel. En naar de vierde plaats gaat Dubois nu zelf. Met Look of Love. Paarden in de laatste rechte lijn. En Geocache is er nog niet. Geocache aan de buitenkant, Point of View. Helemaal aan de buitenzijde komt aangevlogen Look of Love. Gaan de laatste meters in. Geocache gaat het volhouden. 17-1 over de laatste 500 meter. Geocache de winnaar. Tweede plek aan de relingzijde, Point of View. Derde aan de buitenkant, Look of Love. En de vierde plaats daarachter is voor Marvelous.